En welkom bij een nieuwe GamersNet Gear. We hebben elke dinsdag de laatste tech gadget en gear bespreken. Dagje later op YouTube. Want zo zijn we. Naast me zit Tom Kouwenberg. Dit is Peter Bouwman. En we gaan het hebben over de Lenovo Legion. En dan zou je zeggen, why? Nou, 720. Het is een Griekse AI. Het is een Greg. Maar ja, dat klinkt niet als een hele slimme marketingtechniek om je lijn laptops Y te noemen. Want ja. Dan is het zo van, why? We zijn HD ready. Ja. Why? Nou, daarom. Ja. Het is goedkoper. Nou ja, nee. Goed, het staat ook zo mooi op de achterkant. Het logo van Legion is een soort van Griekse AI, weet je. Dus wow. Ik denk dat het daarop slaat. De mooi. X was natuurlijk al vergeven. Dus dan krijg je al heel snel dat je door moet naar een ander chromosoom. Dus ga je naar de AI. Ja, nou, hartstikke goed. Het is een laptop. Ja. 1300 euro. Schoon in de haak, 1300 euro. Mag eerst zeggen dat hij mooi is. Ja, dat mag je zeker. Het design doet mij een beetje denken aan wat Lenovo al langer doet. Maar je ziet het ook bij HP en sowieso MSI is natuurlijk ook groot mee geworden. Zwart met rood. In ieder geval voornamelijk zwart. Veel metallic kleuren en tinten en dan een klein beetje rood. En dan natuurlijk een nummerbord of wat moet ik zeggen, een toetsenbord. Waarbij je dus bepaalde kleurenregionen hebt. En dan kun je dat lekker instellen. Van nou, ik wil dat dit rood oplicht. Ik wil dat dit blauw oplicht. Het zijn er wel maar vier. Dus het is niet dat je moet denken per toets. Maar nog steeds mooi gedaan. Ja. Typische gamer aesthetic. Ja, maar goed gezegd. Maar hij zweeft ook als het ware. Ja, dat vind ik zo leuk. Je kan er doorheen met je vingers. Ja, het scherm heeft daar aan de zijkant een soort van ruimte gemaakt om waarschijnlijk om te pretenderen dat daar ook lucht uitkomt. Maar dat zijn vooral de speakers die je daarboven ook hebt. Dus die komen ook best wel goed eruit. Zeg maar JBL trouwens. Heeft het ook, oh, dat is wel vet. Heeft het ook invloed op de speakers? Dat is mooi geluid. Ik moet zeggen, het geluid is voor een platte laptop prima. Maar het blijft natuurlijk laptopgeluid. Dus dan kom je er als het sowieso voor de gamer bedoeld is, dan wil je natuurlijk als gamer ga je gewoon een headset opzetten. Of sluit je het aan op een grote 5.1 set of zo. I don't know. Maar. Voor een laptop zeker prima als je gewoon on the go iets wil luisteren, muziekje of Netflix serietje, prima. Het geluid is laptop. Oh god, wow. Echt, ja. Hoe hebben die grap nog nooit gemaakt? Ik weet niet, kom er ineens op. Ja. Maar de inhoud, want het is een gaming laptop, tenminste zo positioneren zich, want ja, het is een Legion apparaat. Ik zie daar heel mooi GeForce staan. Wat zit er allemaal in aan specs? Het is een GTX 1060 M, of ja, tenminste ze hebben die M nu gedropt, maar het is een GTX 1060 GPU met op zich hele prima koeling en een Intel i7 van de 7e generatie 7700 HQ. Dat zijn sowieso twee mooie pijlers en dan heb je ook nog eens een keer 8 GB RAM en een SSD die op PCIe zit. Maar als ik dat zo allemaal zo opnoem, dan denk ik van, daar zijn een beetje de vaste beats voor een gaming laptop tegenwoordig. Ik heb sowieso, laten we het even over trends hebben, want ik heb sowieso het idee dat de trend in laptopland is dat iedereen wel een beetje hetzelfde doet. Ja. En dat is ook het minimale wat we verwachten. En daarmee kun je eigenlijk gewoon alle games spelen. Maar niet op ultra-high, maar wel prima voor onderweg. Ja, precies. En hetzelfde geldt ook voor sowieso de hele 10-serie van GTX. Krijg je natuurlijk van, het is VR-ready. Nou ja, ik zie mezelf hier geen Oculus Rift in prikken. Maar het voldoet inderdaad aan de minimale eisen voor VR. En daarom kunnen al die laptops tegenwoordig zeggen, we zijn VR-ready. Maar hoe komt dat dan, Tom? Zijn we gebottlenecked op een... Ik denk dat ze niet gebottlenecked zijn. Als je in dit prijssegment gaat kijken, dus nogmaals 1300 euro is helemaal niet zo heel hoog. 1300 euro is voor een gaming laptop misschien niet zo heel hoog, maar het is voor de gemiddelde gebruiker wel hoog. Maar wat je dan natuurlijk wel krijgt, is dat je gewoon heel veel games gewoon goed kan draaien. Voor mijn idee, het klinkt misschien een beetje laf dat ik dat zeg, maar ik gebruikte de laptop en ik dacht van, dit is precies wat ik ervan verwacht. Ja. Gewoon echt voor die prijs, weet je hebt die 1060, je hebt een goede processor, je hebt genoeg RAM-geheugen. Weet je kunt het eventueel nog uitbreiden met zo'n Thunderbolt USB-C ding, dat je nog een externe een grafische kaart eraan hangt en zo. Dus wat dat betreft is het best wel voorbereid op de toekomst. Maar is het niet gewoon zo dat die laptopboeren gewoon met iets nieuws moeten komen wat ze onderscheidt van de rest? Ja, goed, dat zie je wel, maar dan krijg je dat weer, weet je, voor dat dubbele. Gimmicky. Nee, dan krijg je voor het dubbele van de prijs krijg je, weet je wel, oh, er zit er SLI. Zitten er twee videokaarten in? Ja, of weet je al, die ene of die paar laptops die waterkoeling hebben en dergelijke. Krijg je dat allemaal? Of de van die Razer Blade modellen die dan veel te lompe specs hebben met een 4K scherm en 144 hertz en zo. Ja, kijk, daar kun je voor gaan. Dan kun je ook zeggen dat is een beetje gimmicky. Ik denk ook niet dat heel veel mensen een laptop van 3000 euro willen. Dus wat dat betreft, het klinkt saai, maar dit is precies wat je verwacht voor die prijs. En dat is gewoon prima. Ja. Je kunt er alles op spelen. Je kunt er praktisch alles op spelen. En sowieso, je kunt er een heleboel verschillende dingen mee doen. Er zitten gewoon genoeg aansluitingen op om het uit te breiden en dergelijke. Wat me dan wel opvalt, is dat als je hem 3D maakt, dat hij 25% boven gemiddeld scoort. Ja, dus nee, hij zit nog steeds 75% zit daar naar onder. Nou, nee, hij scoort beter dan 25% van alle gaming systemen. Of in ieder geval alle mensen die 3D Mark getest hebben. Wij hebben hem ook op 3D Mark getest. En bij ons kwam je dus wel net aan boven.
over de gaming laptop specs. Dus je hebt een soort van het gemiddelde van gaming laptops. En dan gaming laptop noemen ze het als het een Oculus Rift of HTC Vive ondersteunt. Daarin scoort hij dus gewoon net iets beter. Ja, dat kan zijn omdat, weet ik veel, de videokaart net iets beter gekoeld is en meer zijn gang kan gaan en dergelijke. Nee, maar is wel goed voor die prijs. Nee, dat is voor die prijs zeker prima. Nee. En sowieso, Lenovo doet een aantal dingen wel extra. En dat vind ik wel leuk om te zien. Lenovo heeft een soort van exclusiviteit met Xbox om de Xbox Wireless adapter in te bouwen. Dus je Xbox One controller werkt hier gewoon mee zonder kabel. Dat vind ik sowieso wel netjes om te doen. Leuk. En ze doen dezelfde soort trucje wat we een tijdje terug met de HP Omen laptop hebben gehad. En dat is een soort van center waarin je niet alleen kan kijken hoe het ervoor staat met je systeem, wat de specs zijn en dergelijke. Waarin je dus ook extra koeling aan kan zetten. En dat vonden we toen ook heel vet, het prioritiseren van het netwerk. Dus hij ziet automatisch van je bent een online game aan het spelen. Dan krijgt die prio boven, weet ik veel, Steam die op de achtergrond iets aan het updaten is ofzo. Nou ja, dat is op zich heel handig. Vooral voor de gamers zijn dat van die leuke features. Dat gezegd hebben, dat doen natuurlijk nu alle partijen. En hetzelfde geldt ook dat er een speciale knop op zit om je gameplay mee te capturen. Okay. Ergens denk ik van mooi dat ze dat doen, maar tegelijkertijd alles laat tegenwoordig je gameplay capturen. Ja, maar doet het ook met terugwerkende kracht, een minuut of zo? Ja, precies, maar dat doet Nvidia ook, dat doet de Xbox app van Windows doet het ook al en dergelijke. Dus dat is nou niet echt dat ik denk van wauw, dat is een feature die voortaan alle gaming laptops moeten hebben. Want een beetje gamer heeft zijn eigen programmaatje waarmee die dingen opneemt. We zijn zo ver in de concurrentiestrijd tussen al die laptopboeren dat ze eigenlijk allemaal prima zijn. En we wachten nu op een doorbraak dat iemand iets met iets nieuws, een vernuftig floepje dacht, waar we allemaal denken, ja, maar die moet je hebben, maar Dat is tot nu toe niet het geval. Is gewoon een goede gaming laptop. Goede prijs. Scoort boven gemiddeld. Prima Lenovo. Ja, nee, oprecht. En die Xbox wireless dingen zijn dan toch wel die kleine exclusiviteitjes. Hetzelfde ook dat Dolby Atmos licentie zit er al op en zo. Ah, het zijn van die kleine paar tweaks die dat je kan zeggen van nou ja, het is een smaakkwestie. Of je gaat voor het een of je gaat voor het ander. Maar Lenovo heeft een aantal sterke punten. Een paar USP's, unique selling points going for it. Ja. Maar ja, zodoende, je maakt er een mooi systeem van. Het kost je wel €1300, maar zo, nogmaals, dat is gewoon wat je ervan kan verwachten en dat doet het. Dus niks mis mee! Dat was zo jammer, dat het lijkt zo op die HP Omen. Hetzelfde design ook bijna. Ja, je hebt wel gelijk dat het een soort van eenheidsworst wordt de laatste tijd hoor. Het zijn allemaal zwart met rood en ze hebben allemaal een verlicht toetsenbord en dergelijke. Het is niemand die bijvoorbeeld games net wit met blauw doet. Terwijl ik zou denken, is heel vet. Ja, of blauw met wit, gewoon helemaal blauwe laptop. Make it happen. Scheid. Wow. Maar ja, dan is het weer te out of the box. Krijg je weer mensen als Tom die zeggen, nee, dit doen we niet, het is weer niet. Jij bent juist van, nu krijg ik helemaal niet, bij de Speedlink rode muis. Moet je altijd jeuk, nu ik heb liever goed. Ja, maar jij kreeg jeuk bij de Mayonix. Zo van, ik krijg een slappe piemel maar van dat al die kleurtjes. Dat is roze om het roze. Oh, oké. Okay. Je moet erover nadenken. Ja, goed. Anyway. Jullie heeft toch? Ja, dat doen we. Nadenken. Ja, we denken veel te veel over alles. Nou, heb je mijn plant gezien? In de Starbucks drinken en dan ga ik nadenken over het leven. Ga ik op social media kijken dat Peter een of andere plant heeft gemaakt. Heb je al gezien? Dat vind ik zo laf dat je dat ook weer noemt. Dit is hipster! Dit is ook hipster. Jij bepaalt helemaal niet wat hipster is en wat niet, Petertje Bouwman. Wat is er mis met couscous? Ja, helemaal niks. Dat is maar lekker. Niks. Is prima. Ik vind mijn couscous ook heerlijk. Dat is goede doel. Nee, maar luister nou. Waarom was jij en daar? Zo zijn terroristen geboren, echt jongen. Hoe dan ook, Gamers dit in Gear. Hoor ik dacht dat we nog gewoon... Laat ons weten wat je ervan vond. Van de hipste plant. Ja.